In dit recept geven we de kabeljauwfilet een heerlijke parmezaanse korst. Dat doen we door eerst de eieren los te kloppen. Op andere borden doe je dan de bloem. Daar voeg je peper en zout aan toe. En als laatste meng je broodkruim met parmezaanse kaas. Dan heb je alles klaarstaan om de kabeljauw te paneren. Die haal je dan eerst door het bloem. Het overtollige bloem schud je ervan af. Dan haal je het door het ei, zorg dat die rondom helemaal bedekt is. En vervolgens door het broodkruimmengsel. Vervolgens wikkel je de kabeljauw in aluminiumfolie. En dan leg je hem 2 uur in de koelkast. Dan verwarm je de oven voor op 220 graden. Vet je een ovenschaal in. En daarin leg je dan de vis. Vervolgens besprenkel je die nog met een klein beetje olie. En dan mak je hem af gedurende 15 tot 20 minuten. Afhankelijk van de dikte van de vis. Dan is die mooi goudbruin en knapperig. Erg lekker met aardappelpuree en verse groenten. Eet smakelijk!